Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietbeelden kunnen we zien dat we te maken hebben met flink zonnig weer. Vanochtend was dat nog niet het geval. Toen hadden we op veel plaatsen te maken met mist of dichte mist. Maar die is inmiddels verdwenen. Zoals gezegd dus nu flinke zonnige periode. En met een zuidelijke wind is het daarbij ook flink warm geworden. De maximumtemperaturen van vandaag zie je op dit kaartje. Zo'n 18 graden op de Waddeneilanden eilanden en 19 tot lokaal 23 graden in de rest van het land. Zijn toch wel behoorlijk hoog. Waren voor begin oktober. Echt extreem is het niet, maar het is wel aangenaam warm. Ook vanavond hebben we nog te maken met brede opklaringen. De wind neemt in het binnenland iets af naar zwak, windkracht 2. Aan zee blijft het matig waaien, windkracht 4. Het koelt af tot een graad of 16 halverwege de avond en komende nacht daalt de temperatuur verder naar zo'n 13 tot lokaal 10 graden. Opnieuw kan er wel wat nevel of een enkele mistbank ontstaan, maar zo mistig als afgelopen nacht zal het zeker niet meer worden. Dat heeft ook te maken met de wind die gaat in de loop van de nacht weer wat toenemen en wordt dan overal matig, windkracht 3 of 4 dan morgen overdag. In eerste instantie hebben we vrij geregeld zon. En daarbij loopt de temperatuur op naar zo'n 20 tot 22 graden. Opnieuw dus zacht weer voor de tijd van het jaar. Maar in de loop van de middag gaat vanuit het westen uit de bewolking steeds meer toenemen. En tegen en in de avond volgt er vanuit het westen ook een tijdje regen. Het heeft allemaal te maken met een zwakke storing die over het land trekt. Ook de nacht naar zondag en zondag overdag hebben we te maken in eerste instantie nog met delen van die storing. In de loop van de zondag gaat die storing wel wegtrekken. En dan breekt de zon. Weer van tijd tot tijd door. Zoals we kunnen zien op de kaartjes, is de temperatuur dan wel gevoelig gedaald naar 15 of 16 graden als maximum. Ook maandag en dinsdag hebben we te maken met normale temperaturen, eigenlijk voor de tijd van het jaar tussen de 15 en lokaal 18 graden. Wel zien we dat het geleidelijk aan wisselvalliger wordt. Op de maandag valt het dan nog mee met de neerslag, maar zeker op de dinsdag hebben we perioden met regen. En als we dan verder vooruit gaan kijken, dan zien we dat ook terug. De neerslagkansen zien we vanaf de dinsdag beduidend toenemen. Later in de week, misschien. Misschien iets minder kans op neerslag, maar dat is nog hoogst onzeker. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl